Dames, een hele goede middag. Welkom bij Pand 21. Welkom bij de modeshow voor het seizoen herfst-winter 2012-2013. Nou, we hebben een hele intieme sfeer. En Harriet en haar team hebben voor dit jaar de winkel als locatie gekozen voor de modeshow. En dat is natuurlijk een prachtige locatie, want als je zo'n schitterende zaak hebt, waarom zou je dan ergens anders naartoe gaan? Van harte welkom nogmaals. We hebben 6 mannequins en ik ga gedurende de show ook iets vertellen over de mode voor dit seizoen. En natuurlijk over hetgeen de dames dragen. Dit zijn Leonie en Bettine. En zij dragen de hele set van Super Trash. Alles wat zij dragen is van het merk Super Trash. Is een vrij jong en eigenzinnig merk. Bettine draagt trouwens een call of een poncho, hoe je het noemen wilt, van het merk Summon. En vanzelfsprekend kunt u dat eruit halen wat voor u geschikt zou zijn. We willen vanmiddag ook laten zien dat u kunt combineren. Misschien met iets wat nog wel in uw kast hangt. En met merken onderling, kleuren onderling. De schoenmode die deze dames dragen, die zijn van Jacqueline Been en Schoenmode. Shabby's uit Amsterdam. In een hele mooie steenrode kleur. Misschien heeft u het al gezien dat de neuzen van Bettine haar boots kaal zijn. Maar dat is gewoon de bedoeling hoor. Die hoeft u niet alsnog op te poetsen. Dat is de zogenaamde vintage look. En dit zijn Erika en Esther. En zij laten een iets andere stijl aan u zien. Ik mag met trots zeggen, tenminste zo vertelt Henriette mij dat dit een nieuw merk is in de collectie van Pand 21. Het is genaamd Orwell en het komt uit Duitsland. Hele mooie snit. En we zien deze winter eigenlijk de jasjes in allerlei maten, ofwel lengtes, korte jasjes. Het middellange jasje en later zien we ook nog een driekwart jas voorbij komen. Het is heel leuk om te zien dat Esther deze jas combineert met een zijden top in een totale contrasterende kleur. We zijn vaak geneigd om onder zo'n jasje een witte blouse aan te trekken, maar dat is helemaal niet nodig. In deze set ziet u de schoenmode van JR Schoenmode. Erika draagt van voor lijkt het een hele klassieke punt, maar een hele bijzondere hak van hout. Goedemiddag Treintje en Henny. Treintje draagt eveneens een jurk van Orwell, die gaan we straks wat beter bekijken. Het jasje is van Ripkop.
En wat van ver is, dat vinden we over het algemeen leuk, want dat merk, Ripcop, komt helemaal uit Canada. We zien daar vanmiddag meerdere sets van voorbij komen, ook heel geschikt voor bijvoorbeeld bruidsmoeders. En het paarse jurk is ook van Ripcop en is bijzonder charmant. Beide jurken blinken uit van de details. Het zijn vooral de asymmetrische lijnen en alle details die deze jurken zo bijzonder charmant maken. We zien het heel goed bij het treintje in een zwarte jurk, dat je onder zo'n jurk niet altijd een klassieke pump hoeft te dragen, maar dat het enkelaarsje van nu het ook heel compleet maakt. Dank jullie wel, dames. En eigenlijk laat deze set heel goed zien waar deze winter voor staat, want dat staat voor veel diverse materialen. Glanzende materialen, kans, imitatieleer, stretchmaterialen. Best veel eigenlijk. Het is jullie misschien al opgevallen, maar de show is opgebouwd voor verschillende generaties eigenlijk. Hè. We hebben 2 hele jonge dames. En, de midden, de 40ers zeg maar, en de iets minder jongere dames. Dus Pand 21 heeft een collectie van maat 36 tot 46 en ook van min tot minder jong, of van jong tot minder jong. Het imitatiebondje dat Bettine draagt is los, dus dat kunt u eigenlijk over ieder jasje dragen. Onder het leren jurkje van Bettine draagt zij een legging van Jacqueline Beenmode. We zien ook in de Beenmode dit jaar weer veel fantasie. En Supertrash is een heel groeiend merk, want naast een damesmodelijn hebben zij ook een kinderlijn en zelfs een lingerielijn. Allerlei sneakers, dus het is toch geweldig om zo'n merk in huis te hebben. En naast het klassieke zwart zien we dit jaar ook veel kleur. Goede voorbeelden zijn de iets wat fellere kleuren, kobaltblauw en rood. Dit is van het Duitse Orwell. Wat Erika draagt. En het jasje van Esther ook. En Esther draagt daar een hele comfortabele broek bij. Een jeansbroek van het merk Gambio. Ja, en als u een broekendrager bent, dan mag u eigenlijk zo'n broek niet missen. Thank you.
De tassen die deze modeshow gedragen worden, evenals de riemen, zijn ook allemaal vraagbaar bij Pand 21. En Henriette en Marianne gaan heel regelmatig op inkoop om ook deze accessoires iedere keer te vernieuwen. Zodat er keer op keer een nieuw gezicht is in de winkel. Ik zal inderdaad iets vertellen over mijn eigen panty. Ik heb namelijk een uitdaging vandaag. We hebben 3 modeshows en er is ons verteld door Jacqueline Beenmode dat deze panty niet laddert. Er zou een gaatje in kunnen komen, maar in deze panty van het merk Kundert, spreek ik dat goed uit? Kundert? Kunnet. Zo mag het uitspreken. Goed. Dat er geen ladder in mag komen. Er kan een gaatje in komen, maar geen ladder. En mocht u het wel bereiken om er een ladder in te krijgen, wordt de panty vergoed. Dus dat is heel mooi. Het is een hele mooie kleur, maar ik neem aan dat die in meerdere kleuren verkrijgbaar is. Geen naden bij de tenen en ook bij het broekje niet. Dus het ziet er ook heel mooi passend uit. En we hebben begrepen dat Treintje eigenlijk nooit dit soort tinten draagt. Maar zou ze wellicht toch vaker moeten doen. En ook bij Treintje ziet u hoe goed zwart en bruin tegenwoordig gecombineerd kunnen worden. We zijn altijd geneigd om bruin met bruin te combineren. Maar dat kunt u gerust anders doen. Van de diverse merken zijn er veel prints in de collectie. Eigenlijk alle dieren komen voorbij. Slangenprints, panter, tijger. Je mag zelf kiezen. En de set die Treintje draagt, de print, is van het merk Sao Paulo. Oorspronkelijk Rotterdams. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd naar de kennis van u als publiek, van de diverse merken. Want weet iemand van wie, van welk merk dit jurkje zou kunnen zijn, dat Henny draagt? Kijk, correct, Juffrouw Jansen. Helemaal goed. Heel herkenbaar, over het algemeen zwart. En eigenlijk altijd frivole details. Heel strikken. En het leuke is dat het ook altijd comfortabel draagt qua materialen. Ik denk dat u ondertussen al wel merkt dat de collectie van Pand 21 steeds groter wordt, steeds meer merken. En Henriette en haar team zijn dan ook altijd heel druk op zoek naar de mooiste en nieuwste dingen. Een ander voorbeeld is wat de dames aan hun showen. Dit zijn de nieuwste jassen van Poivre Blanc. En deze zijn ontworpen in Frankrijk. Het is een Frans merk en van oorsprong is het een technisch merk. Dat betekent dat dus de materialen wind- en waterdicht zijn veelal. Er wordt ook gebruikt voor skikleding en dit is dan de fashionlijn van Poivre Blanc. En de bontkragen die zijn van echt bont. Dus het is aan u of u dat wilt dragen. Thank you.
En als de dames de jassen uitgedaan hebben, dan zien we Be by Bridget. En dat is een merk dat ontworpen wordt door Bridget Maaslands. Wil al tops met hele eigenzinnige prints. Je ziet dat het kleurbeeld ook veel kleuren betoont, wat harde kleuren, maar ook de zogenaamde organische aardetinten. Wat we zien in dit groen en het steenrode. De shabby's maken het natuurlijk helemaal af. Dus het complete plaatje. De vestjes die de dames dragen, dat is van het, ook van Be by Bridget. Kosten €69,95 in alle kleuren. En een hele mooie set van Erika. En een hele draagbare set ook, wat Esther op dit moment laat zien. De broek die Esther draagt is jeans. Ja, het is een jeans. En Esther is helemaal in het summen. En Erika trekt ondertussen ook nog zo'n parel van een jas aan van Poivre Blanc. In de kleur blauw. Als u veel buiten bent, veel loopt, veel fietst. En er toch altijd op een top uit wilt zien, dan is dit een aanrader. Het tuniekje wat Erika draagt, dat zien we in diverse kleuren en ook in diverse modellen. Er is ook nog een tuniek met vleermuismouwen, of vlindermouwen, hoe noemen we dat? Vleermuismouwen, volgens mij. En natuurlijk de Nanny Ring. Deze blauwe kleur neigt een beetje naar het paarse toe, helemaal gecombineerd met zwart. De beide sets zijn van São Paulo. En heel charmant ook zo, Henny, de kleuren van de schoenen, helemaal in het stijl. Mocht u nu al denken van, oh wat zie ik veel moois en wat zou ik dat graag in alle rust willen passen. Het is mogelijk om een afspraak te maken met de dames van Pand 21 om een soort VIP-avond speciaal voor u te organiseren. Dus mocht u bruidsmoeder zijn of een ander feestje, wilt u gewoon een keer samen met uw vriendinnen, zussen winkelen. Dan kunt u specifiek een afspraak maken om een avond te winkelen voor uzelf te hebben. En dan zullen de dames van Pand 21 u adviseren. Dus dat behoort zeker tot de mogelijkheden. En we zien dat de set van Henny ook heel goed los kan. U kunt dus ook alleen kiezen voor het jasje met een rok of alleen de jurk.
Nou, als u het beide heeft, dan bent u natuurlijk wel helemaal klaar. Alle sjaals. Het mag duidelijk zijn dat u met deze set heel goed voor de dag komt, maar dat u ook een hele dag dit soort dingen heel comfortabel kunt dragen. Er is niets wat vervelend zit of trekt of snijdt of wat dan ook. Nou, dit is zo ongeveer het shock till you drop. De jonge meiden laten zien dat mode ook lekker een beetje stoer kan zijn. En Jack van Nicholson, dat is ook een jassenmerk dat Pand 21 verkoopt. En Bettina draagt een hele hoge short met daaronder weer een fantasiepanty. Wat de dames laten zien is van het merk Jackie en Kim Beenstra, het model ooit Holland Next Topmodel, is het boegbeeld van dit merk. Kijk, en wat we nu zien is dat Leonie heeft een jumpsuit aan, dus het is niet een losse broek en een losse blouse. Het is een, vroeger noemden we dat een broekpak en nu noemen we dat een jumpsuit. Dus dat is aan en u bent klaar. Heel erg leuk en ook nog bijzonder betaalbaar, dus dat is ook leuk. En Leonie die draagt het vandaag helemaal over de top met bijpassende tas en ring. Erika laat ook een trend van deze winter zien en dat is het imitatieweer. Dat zien we veel terug in leggings, in jurkjes, in tops. Het bodywarmertje dat Erika draagt is van het merk Casiopea en dat kunt u aan twee kanten dragen. Dus dat is altijd leuk, dan hebben we er twee voor één. En dan zien we ook diezelfde trend bij Esther terug, maar bij Esther zien we het leer terugkomen in de broek. Het is een top van Ripkop, een tuniek. Een hele mooie gele tinten. Wat je ook op heel veel verschillende manieren kunt dragen. En let u ook even op de pumps die Erika draagt. En we vertegenwoordigen de beide schoenenzaken in Gele Muiden. En als ik het goed heb, komt deze van mijn JR Schoenmode.
Het is u waarschijnlijk al wat opgevallen dat de roklengte weer wat korter is. Zo we een tijdje veel rokken en jurken gehad hebben tot over de knie, gaan we nu weer iets verder boven de knie. Maar dat kunt u heel goed combineren met een dikke panty. En dan is dat voor vele mensen geschikt. Hetzelfde kleurbeeld, maar twee totaal verschillende combinaties. Vrijtje draagt een broek, stenenrode broek, maar dat kunt u zelf ook zien. Hè? Van het merk Cambio, vanzelfsprekend, het broekenmerk. En het mooie aan de set van Henny is dat het lijkt een hele dikke stof, maar het lijkt een tweedstof, maar het is eigenlijk een heel fijn breisel. En Henny zal straks de sjaal ook af om goed te laten zien hoe de asymmetrische lijnen van dit pak in elkaar steken. Het jasje dat Treintje aantrekt is ook van het merk Sao Paulo, evenals het shirt. En u ziet het, hè, kort jasje, long shirt. Het mag allemaal. Met een hele mooie versiersel op de schouder. Hier zien we een aantal diverse merken door elkaar. Bettine is gekleed in het Gustav, al iets langer in de collectie van Pand 21. Dat merk kenmerkt zich door veel glansmaterialen in de broeken en heel veel sprankelende details. Het broekje dat Bettine draagt is een iets hoger broekje, vrij slank gesneden. Een ander modelletje in die collectie is het lijkt wel een soort herenpantalon. Ook in dezelfde tweet en hetzelfde tweetmateriaal. En Leonie draagt een Be by Bridget tuniek. Kenmerkt zich door de applicaties. Om te bedenken dat wij vanmiddag nog niet eens alles laten zien. Er bestaat na de modeshow voldoende gelegenheid om zelf tussen de rekken te snuffelen en ook het een en ander aan te passen. Dat kan allemaal vanmiddag.
deze is nooit weg, nooit weg geweest natuurlijk, de Lemmy. Dit is een imitatieversie. Kost 2,69 volgens mij. En is van het merk Summon. En Esther draagt een combinatie eveneens van Summon, de tops. En een oorbel broek. Het shirt wat Esther onder haar jasje draagt, is volgens mij nu al een hardloper. Erika heeft de warme Lemmy even uitgedaan en dan zien wij een combinatie van juffrouw Janssen. En juffrouw Janssen die heeft als slogan: mode is kunst en kunst is mode. Nou, dat kunnen we hier wel heel goed zien. En vindt u dit nu een beetje over de top, dan kunt u natuurlijk het jasje ook heel goed combineren op een zwart jurkje. En alleen het jurkje dragen. Maar dat mag u allemaal zelf beslissen. Dat is het leuke. We geven u gewoon een idee. De ontwerpster en de eigenaresse van juffrouw Janssen wordt altijd geïnspireerd, zoals zij zelf zegt, door haar grootmoeder. En was altijd bezig met het naaien van kleding. Zij maakte van de overgebleven restjes en lakjes allerlei kleding. En zo is zij eigenlijk begonnen aan haar carrière. En dan gaan we in de combinatie grijs zandtinten. Rijntje draagt een hele hippe broek, werd vanochtend al gezegd. Heel zacht materiaal, dus draagt bijzonder prettig. Het merk van deze broek is, mag het bijna vanzelfsprekend noemen, Gambio. Met een boestaf vestje. En persoonlijk vind ik dit een hele feestelijke set. Heel mooi, fijne materialen. En ik draag zand en grijs van Sao Paulo. En ook met dit soort dingen kunt u natuurlijk zelf heel erg mooi combineren. Hè? Want u kunt zeggen van nou, ik draag het in deze set. Maar dan kunt u ook heel goed de jas of het vest, hoe je het noemen wilt, op een zwarte broek doen. Een pianist erbij. Ik heb het net al even genoemd, maar een sjaal is eigenlijk een must-have voor deze winter en dat was die ook al voor afgelopen zomer. Iedere keer komen er nieuwe sjaals en nieuwe descents. U kunt zo'n sjaal eigenlijk overal overheen gooien, waardoor u heel snel heel mooi bent. Want eigenlijk over over de combinatie van Henny, die heeft het op dit moment niet nodig. Dank je wel. Ja, kleine meisjes worden ook groot. Bettine is onlangs getrouwd en die gaat nu als jonge vrouw door het leven. Ik was erbij dat Bettine moest doorpassen en die zegt van nou, dit is toch wel bijzonder chic, maar het staat je erg goed, Bettine. Dus... En ik zal beginnen bij Leonie, zodat je na mijn praatje de jas misschien uit kunt trekken, want het is behoorlijk aan de temperatuur. Dit is een jas van het merk Nicholson. Dat is ook eveneens een jassenmerk dat Pand 21 voert.
Om dan weer even terug te komen bij Bettina. De top die Bettina draagt, dat is een body. Daar zit dus een, als het ware een broekstukje aan vast, zodat u nooit last heeft dat u uw blouse uit uw rok of uit uw broek glipt. Heel erg geschikt voor mensen met lange ruggen. En ik zal u straks nog een ander geheimtje vertellen, maar dat doe ik even niet bij deze jonge dames. Hier zien we dit shirt hebben we iets eerder voorbij zien komen. Dat is volgens mij de hardloper van de dag. Van Leonie draagt op een heel glanzend broekje. De broekjes van Supertrash. Shirtjes van Summon. Ik had wel beloofd dat we diverse lengtes van jasjes zouden zien. Nou, dit is de driekwart. En dit is een jas van Summon. En deze winterjas is wederom van Quadre Blanc. In het diep paars. Ook deze set van Erika is wederom van Juffrouw Janssens. Jurkje, jasje. Je kunt het combineren hoe u het wilt. En Esther laat ook de beloofde kleuren zien. En wellicht heeft u van deze zomer nog wel dit soort tinten in uw kast. Maar dan zou ik zeggen, laat ze gewoon liggen en gebruik ze. Koop er iets nieuws bij, een nieuwe top. En dan kunt u weer de winter door. Eindeloos combineren. Dit is een van de tops van Summon, hè, van het fijne breisel. Die u ziet in groen, oranje, rood, paars. Nou, en Erika, zullen wij dan maar het geheimje vertellen op dit moment? Want Pad 21 heeft iets nieuws in haar collectie en dat is ondermode. Dat ziet u niet, maar wij voelen het wel. Het is namelijk zo dat wij allemaal corrigerende ondermode dragen. En misschien had een aantal van u het al gezien van, hé, wat zien die dames er toch strak aan. Allemaal hem. Ik heb hier een jurkje dat ik u kan laten zien. Dat zit op deze manier. En het leuke hiervan is dat dus uw buste wel vrij blijft, om het maar zo te zeggen. Vaak, hè, vroeger hadden we dat soort en dan werd alles plat gedrukt of juist naar elkaar gedrukt. Maar de buste, dus het jurkje zit als het ware onder het buste, zodat dat helemaal, en ja, kijk, de rest is erg strak. Ik hoor hier al mensen met enige ervaring. Nou, je humeur, het komt je humeur echt ten goede. Ik geloof trouwens dat Esther het niet bedraagt, hoor. Het sprankelende blauw, het kobaltblauwe jasje en de kobaltblauwe jurk zijn van het merk Ripoff en dit komt uit Canada. U kunt het op deze manier combineren, maar je zou natuurlijk ook het kobaltblauwe jasje op de kobaltblauwe jurk kunnen dragen, maar zo is het wel heel sprankelend.
En Henny heeft de kobaltblauwe jurk gecombineerd met een zwart jasje van Sao Paulo. Met een mooi detail. En de jurk die Henny draagt, de kobaltblauwe jurk, heeft iets bijzonders. Het is namelijk op twee manieren te dragen. U kunt het dragen met de V-hals aan de voorzijde. Maar u kunt het jurkje ook omkeren. En dan heeft u dus een ronde hals aan de voorzijde. En een beetje aan, op de rug. Het is dus twee manieren te dragen. Nou, ik heb mij laten vertellen dat... De dames over het algemeen het heel erg prettig vinden om een kort mouwtje in de jurk te hebben. Vooral als u daar een jasje overheen draagt. Anders dan heb je ja, meerdere lange mouwen over elkaar wat vaak erg warm is. Dus vandaar dat u vaak een mooi kort mouwtje in de jurkjes ziet. De top die het truitje draagt is van Mystic Blue. Het is puur tops die Pant 21 in haar collectie heeft. Met veel kleur. En daaronder zit dus de brede zwarte band. U kunt hem ook iets langer dragen. De laatste ronde die geopend wordt door Bettine en Leonie. Beide dames dragen een kort winterjasje. Bettina draagt een zogenaamde bombet van Nicholson. Heel stoer jasje. En het korte Lemmy-achtige jasje wat Leonie draagt is van het merk Supertrash. Over de schoentjes die Leonie draagt, de kobaltblauwe schoentjes, kan ik u nog iets vertellen. Ik heb namelijk begrepen dat Jan Rijn een ander segment schoenen eveneens gaat verkopen. En waar, dit, zijn dus, dit is een voorbeeld van die laarsjes. Kosten €50 en zijn in vele verschillende kleuren verkrijgbaar. Ja, Bettine die gaat helemaal voor de shabby's uit Amsterdam. Verkrijgbaar bij Jacqueline B. Mode, been- en schoenmode. Het broekje dat Leonie draagt is een heel betaalbaar broekje, punt 1. En het is een soort zwarte look. Zit heel comfortabel. En zij heeft dat gecombineerd met een bijzonder kleurige blouse van Mystic Blue. En Erika is helemaal klaar voor de winter. U heeft de poivre blanc jassen in verschillende kleuren en verschillende lengtes voorbij zien komen. Allemaal heel erg bijzonder afgewerkt met veel details. En Esther heeft een... combinatie aan van Gustav. De
top is mouwloos, dus dat kunt u dragen met een basisjokje eronder of met een jasje erover. Ziet hier ook weer waar Gustav bekend om staat, veel details, glansmaterialen. En het hele slanke broekje dat u op deze manier kunt dragen met een enkel laarsje, als ik het goed heb. Ja. Maar als u daar een hele bijzondere pump onder doet, dan maakt u iets klassieker, iets netter misschien nog. En Erika draagt een combinatie van Casio-P. En Casio-P hebben we nog niet zo heel veel in de show voorbij zien komen, wat eigenlijk niet helemaal des Harriets is, want het is haar persoonlijke favoriet. Het jurkje trouwens dat Harriet zelf aan heeft is ook van Casio-P. En het leuke is, ik weet, ja, het is u vast al opgevallen, maar kijk even naar de sjaal die Erika draagt. Die zit dus vast aan het jurkje. Je kunt het op verschillende manieren dragen. Casio-P kenmerkt zichzelf eigenlijk door te zeggen dat zij altijd met sensitive fabrics werken, oftewel met hele fijne materialen. En deze materialen die sprankelen niet alleen, maar ze voelen ook heel comfortabel. Als laatste van deze show een serie in het rood. En Treintje draagt een set van São Paulo met veel verschillende materialen. Een zogenaamd color blocking jurkje. Wat ons een beetje doet denken aan bekende schilders. En Harry draagt een jasje van Arma. En alle jasjes die u ziet hier in de zaak, alle leren jasjes zijn van het merk Arma. Dat is een Nederlandse makelij. In verschillende kleuren. Daar ziet u een knalgele en een paars. Er zijn meerdere leren jasjes. En u ziet hoe u dat kunt combineren. Want dit is dus een vrij klassieke rok. Of in ieder geval de print is heel klassiek. En dan met een stoer zwart jasje, dan krijgt u deze look. Ja, inderdaad, de schoenen zijn heel bijzonder, want de zool en de hak zijn knalrood. Dus dat is natuurlijk voor deze combinatie helemaal fantastisch. Van JR Schoenmode. De rok die Henny draagt is van het merk Ripkop, waar ook het jurkje van is wat ik draag. Er zitten ook heel veel jurkjes tussen en combinaties tussen die voor feestelijke gelegenheden heel geschikt zijn. Wij hopen dat wij u middels deze modeshow genoeg inspiratie hebben gegeven om uw kledingkasten thuis te bekijken en aan te vullen. Dat kan natuurlijk vanmiddag, maar dat kan ook in de loop der weken. Want Harriet staat samen met uw team, met haar team, Marianne, Geke, Riekje en de dochters Gerina en Bettina heel graag voor u klaar. De komende tijd en de tijd daarna. Ze hebben de zomerinkoop alweer achter de rug, dus ze gaan helemaal voor deze komende winter. En
Ja, als dank hebben zij een verloting gemaakt. En daarin kunt u winnen een bon van Jan Rijn, een bon van Pand 21. En twee bonnen zijn er te winnen van... of twee boeketten, mijn excuses, van Willemijn... Bloemmolen? Bloembinderij Willemijn. Er stond hier een fantastisch boeket, die gaan we straks weer laten zien. Want ik weet dat daar al met plezier naar gekeken is. Dat komt van Willemijn. En u krijgt allemaal een goodiebag mee naar huis. Nou, het entreebewijs, dat geldt als u winnende of niet winnende lot. En ik heb hier het nummer 377. Er komen nog drie kansen, dus... Kijk. Je oma. We gaan nu voor de bon van J.R. Schoenmolen. En dat is 389. 389. Ja. Helemaal verbaasd. En dan gaan we voor de beide pakketten. Ook leuk om te doen. Eentje. Dat is 376. 376. Ja, dan wil ik eigenlijk een applausje voor in ieder geval eerst voor de dames helemaal achter de coulissen. Natuurlijk voor de mannequins. En Henriette, ja, we bedanken jou weer voor je gastvrijheid samen met je team en je thuisfront. En nou, volgens mij heb je een fantastische collectie. We gaan de stoel aan de kant schuiven en dan kunt u bij de rekken, mocht u dat leuk vinden. Dank u wel.